Goedenavond, welkom bij Zondag met Lubach. Stelletje Marsmannetjes. Straks het nieuws. Eerst even het volgende. Ik luisterde afgelopen maandagochtend naar Radio 1 en toen hoorde ik dit. Vaste luisteraar Martijn hoorde vanochtend het overzicht over wat je gisteren op radio en tv hebt gemist. En er zat hem op zijn minst gezegd iets goed dwars. Ik dacht, ik doe Radio 1 morgenochtend om 6 uur meteen waarschuwen dat ze nou absoluut een keer niet met reclame moeten komen voor die achterlijke Lubach. Maar het is nou 6:17 en meteen weer reclame voor die Lubach. Ik hoop dat jullie hem volgende week een keer over doen slaan. Ik hoop het echt. Dat jullie een keer kappen met die reclame voor Lubach. Hij is een vaste luisteraar, hè? Martijn. Belt vaak vanuit de cabine, trucker, vrachtwagenchauffeur. En ik heb het idee dat hij niet zo'n hele grote fan van Arjen Lubach is. Nee, goed, ik moet eerlijk zeggen, praat maar gewoon voor mezelf. Ik vind het wel heel leuk. Ja, dus dan nemen we daar iets van mee natuurlijk. Ja. Ten eerste, Radio 1, hartstikke leuk dat jullie elke maandagochtend fragmenten van ons programma uitzenden. Ten tweede, arme Trucker Martijn. Hij is vrachtwagenchauffeur en vaste luisteraar van Radio 1. Wij vonden een foto van hem op de website van Omroep Brabant. Dit is hem. Hij vindt mij dus heel stom, maar ik hem dus niet. Ik bedoel, dit liedje is het toch ook niet voor niets? Uit het zuiden komt de ene vriend, uit het noorden nummer 2. De een werkt op een vrachtwagen en de ander bij tv. Trucker Martijn en Arjen Lubach, het klinkt misschien wat raar. Trucker Martijn en Arjen Lubach, ze horen bij elkaar. Soms is Martijn heel boos en belt hij naar de radio. Maar even later denkt hij vast, ik bedoelde het niet zo. De wereld is een duistere plek met pijn en veel verdriet. Maar zij zijn de beste vrienden, ook al kennen ze elkaar niet. Trucker Martijn en Arjen Lubach, het klinkt misschien wat raar. Trucker Martijn en Arjen Lubach, ze horen bij elkaar. Hallo aardbewoners, hier Arjen Lubach vanaf de planeet Mozark. Vrolijk Murilan iedereen. Ik hoef geen cadeautjes, maar abonneer je wel even op ons kanaal. Dat is wel zo netjes. Ja toch? Klik ergens.